Goedemorgen Guido. Hey, goedemorgen. We gaan vandaag langs een paar locaties in Nederland. Waar gaan we precies heen? Nou, eerder heeft Vera wat verteld over de waterhuishouding in een stad. En vandaag ga ik wat meer vertellen over de waterhuishouding in heel Nederland. Oké, let's go. Guido, waarom staan we hier vandaag op de Veluwe? Nou, hier op de Veluwe zien we de laatste jaren dat het steeds droger wordt. En dat is best wel gek, want ondanks klimaatverandering valt er nog net zoveel regen als vroeger. Maar waarom is het hier zo droog dan? Nou, door klimaatverandering komt extreme regenval steeds vaker voor. Afgewisseld met lange periodes van droogte. Dus het zit hem niet zozeer in de hoeveelheid water die valt, maar meer in wanneer het water valt. De periodes zijn kort, met extreme regenval. En wij zijn niet goed genoeg ingericht om dat water vast te houden. Dus als we de regen zouden opvangen, zou het hier op de Veluwe niet meer zo droog zijn. En dan kunnen wij in de zomer met een gerust hart onze zwembadjes vullen en de tuin sproeien. Daar komt het wel op neer. Guido, wat doen we bij deze waterput? Nou, hier zouden we het grondwaterniveau kunnen zien. Maar ik zie geen water. Heb je goed gezien. Vroeger was dit een bron van water, maar nu staat het grondwaterniveau zo laag dat de put droog staat. Maar hoe komt het dan? Want hiervoor vertelde je dat er nog wel genoeg regen valt. Ja, dat klopt. Maar wij als mens zijn het waterniveau aan het reguleren. Als het te nat is, zorgen we ervoor dat het waterniveau daalt, zodat de boeren niet vast blijven zitten met hun zware machines in de blubber. Maar het ligt niet alleen aan de boeren, toch? De industrie heeft ook grote invloed hierop. Ze halen het hele jaar door hun water uit natuurlijke bronnen. Dus dit allemaal zorgt ervoor dat het grondwaterniveau zo laag staat en dat die put droog staat. Parenco bijvoorbeeld is een fabriek hier in de omgeving van de Veluwe die een vergunning heeft om het water te halen uit natuurlijke bronnen. En daar ligt ook meteen het probleem. De overheid heeft te veel vergunningen afgegeven in het verleden om water te mogen putten uit natuurlijke bronnen. En deze vergunningen zijn ook vaak jarenlang geldig. Dus eigenlijk maakt het dan niet uit of er nou veel of weinig regen valt. Want de mens bepaalt het grondwaterpeil. En de overheid heeft nu eigenlijk zoveel vergunningen afgegeven dat we daar nu het effect van zien. Want bomen kunnen niet meer met hun wortels bij het water. Dat heb je helemaal goed. Hier ken ik het. We staan in Nijmegen aan de Waalkade en zo te zien is er genoeg water. Ja, er is inderdaad genoeg water. Alleen houden we het water niet goed genoeg vast. We hebben hier een stevige kade langs de stad om de stad te beschermen. We bouwen steeds meer in Nederland, dus we krijgen steeds meer kades. Het zorgt ervoor dat de rivier geen kans heeft om uit te dijen en de vegetatie kan er niet gaan groeien. We staan hier aan de andere kant van de Waalbrug, in de Ooipolder. En het is een mooi voorbeeld van een rivier die alle ruimte krijgt. Het is hier inderdaad prachtig en het lijkt ook wel alsof er meer biodiversiteit is. Door het meanderen remt het water af en ontstaan er kansen voor vegetatie om te groeien. De biodiversiteit neemt toe. Hierdoor remt het water nog meer af. De vegetatie langs het water zorgt meteen voor een waterbuffer. Bij hoge waterstand neemt het veel water op en kan dit voor lange tijd vasthouden. Tijdens periodes van droogte geeft het water weer langzaam af. Dat klinkt als een goede oplossing. Guido, waarom staan we hier nu bij het IJsselmeer? Nou, we staan hier bij het IJsselmeer omdat er hier verzilting plaatsvindt. Oké, en wat betekent dat precies? Verzilting is wanneer zoet water steeds zouter wordt. Door de lage waterstanden en de stijgende zeespiegel grijpt het zoute zeewater de kans om onze rivieren en meren in te stromen. Via het oppervlaktewater of via het grondwater. Het zoute water is slecht voor onze gewassen. Het zorgt er ook voor dat het steeds lastiger wordt om schoon drinkwater te maken. Ik heb wel een idee. Suiker om het water weer zoet te maken. Nou, leuk dat je meedenkt, Neeltje, maar met zo'n groot meer is dit niet de oplossing. Volgens mij snap ik het nu. Vertel. Er valt genoeg regen, dus als we het water langer vasthouden, voorkomen we droogte. In het verleden zijn er te veel vergunningen afgegeven voor het afnemen van water uit natuurlijke bronnen. Deze vergunningen mogen absoluut niet meer verlengd of nieuw uitgegeven worden. Als we de rivieren meer ruimte geven, neemt de snelheid van het water af. Vegetatie krijgt zo weer de kans om te groeien. De biodiversiteit en de veerkracht tegen droogte en extreme regenval nemen toe. En als laatste wordt ons zoete water steeds zouter. Wanneer we het grondwaterniveau herstellen, krijgt het zoute water minder kans om Nederland in te stromen vanuit de zee. Klopt, helemaal. Oké, nou vandaag hebben we een paar hele mooie plekken gezien in Nederland en veel geleerd over de waterhuishouding. Tijd om deze lessen toe te gaan passen en iets te gaan doen aan het lage grondwaterpeil. Dus bedankt voor het kijken allemaal en tot de volgende vlog.